komt nog wat van. 5, 6, 7, ik wacht al zo lang. Tjoep! Wat was dat? Hoe bedoel je? Nou, hoorde wat? Nou, ik hoorde niks. Wacht, ik spring nog eens. 1, 2, 3, tjoep! En? Ik hoorde wat, maar ik zag niks. 1, 2, 3, tjoep! Ik kijk naar links, zie ik niks. Kijk naar rechts, zie ik niks. Kijk naar achter, zie ik niks. Hallo, waar zitten jullie? Aan de voorkant. Oh, 1, 2, 3, tjoep! Goeie! Oh, het is 12 uur geweest, dus dan is het middag. Goedemiddag allemaal! Ja, ik ben Pieper de Piep, ik ben de muis. En ik was even daar beneden met mijn muizenvrienden. En toen hoorde ik wat, ik spring, kijk ik gewoon de verkeerde kant op. Jullie zitten natuurlijk hier klaar voor de poppenkast. Hé, hey. Gordijn zit nog dicht. Wacht eens even. Hallo, daar beneden. Ja, wat is er? Zeg muizenvrienden. De gordijnen zitten nog dicht. Oh, misschien moet eerst nog gezongen worden. Gezongen? Ja, misschien is er wel iemand jarig. Is er iemand jarig? Of zoveel jaar getrouwd? Zijn jullie al getrouwd, kinderen? Ja! Oh, leuk is dat, hè? En? Nee, we hoeven nog niet te zingen. Nou, dan druk je toch even op het knopje. Knopje? Oh, ik zie daar een knopje speciaal terug, hoor. Even kijken waar dit knopje van is. Nou, die zal wel van het gordijn zijn. 1, 2. Nee. 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 Wat zeg je, hè? Nee, ja, dat is toch leuk? Ga ik een half uur volhouden? Oh nee, is waar gordijnen moeten open. Oh, ik zie nog een knop. Staat iets geschreven? Oh, ik zie het al. Druk op deze knop. Gordijn gaat open, muziek gaat aan. Kinderen klappen mee. Nou, ik ben benieuwd. Ik spring nog één keer. Kijk uit, Jong Klaassen. Ja. Kijk uit. Ja. 1, 2. Auw. Wat doe je nu hier? Auw, Katrijn. Ik stootte mijn neus tegen het plafond. Auw. Komen jullie kijken? Ja, het is maar goed dat ik een houten kop heb, want dan voel ik er gewoon helemaal niks van. Kijk, ik ben op plaats, ik zie mijn neus aan mijn hoed en aan mijn hele doet. En Katrijn, die is thuis, wil je de Katrijn ook even zien? Nee. Katrijntje, Poppedijntje. Ja, Jan Klaassen. Kun je even komen? Oh, even wachten. Wat dan? Ik heb een berichtje. Een berichtje? Ja, van de koning. Berichtje? Waarom stuurt hij jou een berichtje? Nou, er staat in. Jan Klaassen moet naar het kasteel. Spoed, spoed, spoed. Oh, kijk nou, wat gezellig. Ja, heel gezellig.
Maar waarom moet ik naar de koning? Dat staat er niet bij. Kan die niet even hier naartoe komen? Waarom? Nou, dan kunnen de kinderen de koning ook even zien. Willen jullie de koning even zien? Ja! Weet je wat? Ik zal hem wel even een berichtje terug doen. Weet je wat? De trein doet het gewoon even ouderwets. Huh? Ga je hem bellen? Nee, nog ouderwets. Wat dan? Ik ga hem roepen. Oh, dat is heel ouderwets. Kinderen, roep je de maar eens even allemaal. Koning! Is daar iemand? Ja! Koning, ik ben het Jong Klaas en de kinderen. Aha, ik heb jullie hulp nodig. Kom snel naar het kasteel. Nou, dat zou ik niet doen. Hoe bedoel je? Nou, de kinderen die zijn nogal met veel. Ja. En die achter de poppenkast is het nog een beetje klein. Ja. En ze mogen niet op het podium, dus kunt u beter hier naartoe komen. O, oh, je is waar, hoor. Ik kom eraan, ik... Oh, wacht, trek even een broek aan. Hij staat zeker in zijn onderbroek. Staat u in de onderbroek? Nee, hey, ik had mijn zwembroek nog aan. Oh, hij had zijn zwembroek aan. Hé, hey, koning majesteit, wat ziet u er weer goed uit? Aha, kijk eens even, ik heb even mijn mantel aangedaan. Ik ben de koning en ik heb een probleem. Wat is er aan de hand? Jan Klaassen? Ik was in de keuken. Ja. En ik zei tegen de kok: wil jij even de afwas doen? Want overal staat mijn afwas. In de keuken, in de kamer, en zelfs de beker voor het tandenpoetsen. Er is helemaal niets afgewassen. Weet je wat de kok, wat hij toen zei, de kok? Nou, hij zei: koning, we hebben een probleem. Als ik de kraan open doe, komt er geen water uit. Geen water in de kraan? Geen water in de kraan. Oh, dan is de kraan hè, stuk. Denken jullie ook niet, kinderen? Ja! Koning is de kraan stuk, denk je andere kraan? Nee. Bij de buitenkraan geen water. Bij de douche geen water. Kijk ik in het zwembad, wat denk je? Geen water? Eén druppel. Eén druppel? Ja, één druppel. Waar is het water dan? Ja, dat wilde ik net aan jou vragen. Katrijn? Ja, Jan? De koning heeft geen water in het kasteel. Moet hij de rekening betalen? Heeft u de rekening betaald? De rekening? Ik ben de koning. Oh, dat is waar ook. Katrijn, dat hoeft u niet. Het is de koning. Dat doen wij. Ah ja, nou, komt eraan! Komt eraan. Bij ons is altijd water in de kraan. Jan Klaassen, er zit geen water in de kraan. Uh-oh. Bij jou ook al geen water? En in de vissenkom? De vis ligt op het droge te kaarten. Te kaarten? Geen water. Uh-oh. Koning, er is ook geen water in de vissenkom en geen water in mijn huis. Maar waar is het water dan, als het water weg is? Ik ga wel even bellen. Bellen? Ja, ik ga wel even bellen met de meneer die alles weet. Hoe heet die meneer? Hij heet de oude grijsaard. De oude grijsaard? Oh, die is op vakantie. Op vakantie? Ja, je kunt hem wel even bellen. Ik heb zijn nummer, wacht even, ik zal hem even pakken. Kinderen, we gaan de meneer wel even bellen die alles van het water weet. Pakken jullie je telefoon er maar even bij. Hebben jullie een telefoon? Wacht, hebben jullie een hand? Doe je drie vingers weg, hou je ouderwetse telefoon over, kun je hier zo in praten in de pink en de duim, daar moet je oor. Jan Klaassen? Ik heb het nummer. Oh, wacht even, ik pak hem er even bij. 06. 06, toetsspelling. 3 en een half. 3 en een half. Kwart over 9. Kwart over 9. Daarmee je hoor, pink in je mond, zeg maar even. Trink, trink. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo.
Hallo, Jan Klaassen. Hallo, meneer die alles weet. Hallo, kinderen. Zeg maar hallo, meneer die alles weet. Oh, wacht. Ik zet hem wel even op speaker. Hoort u mij? Luid en duidelijk. Kinderen, hij staat op speaker. Doe je telefoon maar weer. We hebben een probleem. Wat zeg je? We hebben een probleem. Wat zeg je? We hebben een probleem. Ja, hoef niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof. Wat is er aan de hand? Er zit geen water in de kraan. Geen water in het kasteel. Geen water in het huis. Zelfs geen water in de vissenkom en in het zwembad. Maar één druppel. Ah, dan is natuurlijk de sleutel uit de berg. Sleutel uit de berg? Welke berg? Jan Klaassen, ga naar mijn huis, daar is een kist. Dat vertelt de weg naar de berg. Ga snel, de kinderen luisteren wel even wat jij zo dadelijk moet doen. Oké, kinderen, goed luisteren. Kinderen, horen jullie mij? Jan Klaassen, hij vraagt zo dadelijk, wat moet ik doen met de kist? Dan zeggen jullie, neem de kist mee naar de poppenkast. Kinderen, wat moet ik met de kist doen? Mee naar de poppenkast, oké. Als die daar zo dadelijk staat, dan vraagt hij, wat moet ik doen? Dan zeggen jullie maar, maak de deksel open en lees goed wat er onder de deksel staat. Nou, kinderen, ik heb de kist. Wat moet ik doen? Deksel openmaken. Dan klaar ze. Lees goed wat er staat, ook bij de kleine letters. Oké, maar kunt u anders niet even terugkomen? Ik ben op vakantie, Saint-Tropez zet de bloemetjes buiten. Jij moet samen met de kinderen ervoor zorgen dat het water weer terugkomt. Succes! Oké, dankjewel. Ik ga het water in. Oké. Oh! Wat doet u? Hier is ook al geen water. Opschieten! Ik lig met mijn gatje in het zwembad op de bodem. Wacht eens even, wat zei die nou? Deksel openen, lezen, want er... Oh, hier staat geschreven. Zoek je het water, ga dan naar de berg. In de berg zit al het water. Met de sleutel die op alle sloten past, haal je water uit de berg. Oh, kleine lettertjes. Pas op. Oh, nou, dat is veel te klein voor kinderen. Dat kan ik helemaal niet lezen. Ja, Katrijn. Zegt Jan, kun je even opschieten? Wat dan? Ik moet afwassen. Wat moet je afwassen? De koekenpan. Ik wil straks pannenkoekje bakken. Katrijn, het water komt eraan. Ik hoef alleen nog maar even een sleutel te zoeken. Kinderen, ik denk dat de sleutel uit de berg is gevallen. Als ik nou even naar de berg ga, ik moet drie keer links af, vier keer rechtdoor, vier de rotonde weer terug. Dan zoek ik de sleutel, dan stop ik de sleutel in de berg en dan komt alles weer goed. Nou, ben je zo terug. Dit kan niet waar zijn. Oh. En dat denk je vandaag, mijn vriend. Oh, daar. Ik ben je vrouw Kapstok. Kijk me naar mijn neus. Zeg, mijn vriendinnen komen op visite. We wilden een high tea. We wilden thee drinken. Zet ik de theepot onder de kraan? Wil ik nu die kan vullen? Wat denk je wat er gebeurt? Mag ik het water halen? In de kist? Nee, papier! Oh, wacht, hier staat iets geschreven. Zoek je in het water, ga naar een berg. Drie keer linksaf, vier keer door, vier keer tot en weer terug. Alleen met de sleutel die... Aha! Nee. Zeg, is er al iemand die sleutel aan het zoeken? Nee. Een sleutel. Dat is natuurlijk de sleutel van die blauwe berg.
de sleutel? Wij hebben de sleutel! Jullie hebben de sleutel? Ja! Jasse! Dan, juffrouw Kapstok, bent u weer aan het plagen? Nee, ik heb iets gevonden. De sleutel die op alle sloten past, vraag maar aan de kinderen. Is het zo, kinderen? Ja! Ik had hem gevonden in het gras en ik wist niet waar hij van was toen ik het las. Wat heb je gelezen? Alles. Ook bij de kleine letters? Ook bij de kleine letters. Oh, ik niet, die waren te klein. Wat stond er bij de kleine letters? Dat is niet belangrijk. Hier, neem de sleutel mee en ga maar naar de berg. Doei, doei. Dankjewel, juffrouw Kapstok. Geen dank, Jan Klaassen. Kinderen, het is maar goed dat ik bij de kleine lettertjes heb gelezen. Weet je wat er staat? Pas op dat je niet de verkeerde sleutel in de berg stopt. Anders wordt het water giftig. Kijk eens wat ik hier heb. Als ik dat niet had gelezen, had ik niet geweten dat dit de goede sleutel is. Ik heb Jan Klaassen de schuursleutel meegegeven. Als hij die sleutel in de berg stopt, wordt het water lekker giftig. Leuk, hè? Zo, ik stop de sleutel in de berg. Nee! Oh, nou laten jullie mij schrikken. Ik laat verschrikt die sleutel in de kuil vallen. Wat? Ik heb die sleutel toch nodig? Nee! Wat? Is dat een verkeerde? Wat stond dat zomaar bij de kleine lettertjes? Nee. Wacht even. Nee, pas op dat je niet de... Staat er nou? Verkeerde sleutel in de berg stopt, anders wordt het water... Oh-oh. Heeft zij het de goede sleutel? Nee. Maar wat gaat ze met al dat water doen? Verkopen? Ja. Oh, wat een gemene juffrouw Kapstok. Het is maar goed dat die sleutel van mij in de kuil is beland. Anders zou het water giftig worden. Ik ga wel even naar die juffrouw Kapstok toe. Wat denkt ze dan niet? Ik ga naar juffrouw Kapstok. Juffrouw Kapstok. Ik vind juffrouw Kapstok gewoon een juffrouw Slottenbel. Zo, dat vind ik dan wel. Ik loop gewoon even naar het huisje van juffrouw Kapstok. Kinderen, jullie laten me schrikken. Ik loop naar het huisje van juffrouw Kapstok. Weet je wie er bij het huisje zit van juffrouw Kapstok? Juffrouw Kapstok. Wat zeg je? Nee, die zijn veel te druk met roeren. Hebben jullie zin in een lolletje? Ik ga naar haar huisje. Jullie gaan haar roepen. Als zij hier is, kan ze niet zien dat ik die sleutel pak. Want als ze me ziet, dan trekt ze aan mijn neus. Wordt mijn neus nog langer dan mijn voeten. Roep jullie maar even. Juffrouw Kapstok. Ik verstop me achter de boom. Praat net zo lang met haar, zodat ik die sleutel kan pakken zonder dat ze het ziet. Dan komt ze aan. Zeg maar gewoon dat jullie water willen of zoiets. We willen water. Zeg, wat is er allemaal aan de hand? We hebben geen water. Willen jullie water kopen? Ja. Voor
Het is gelukt. Ik heb de goede sleutel. Ik ga naar de berg. Wat is er? Oh, ze komt eraan. Dit kan niet waar zijn. De sleutel. Hij is verdwenen. Jan Klaas, wat doe je daar achter die struik? Koning, niet te hard. Juffrouw Kapstok mag me niet zien. Waar mag juffrouw Kapstok jou niet zien? Ik heb de sleutel die op alle sloten past. Ik heb het van haar gepikt. En als ze me ziet, gaat ze mijn neus trekken. Wat? Jan Klaas heeft mijn sleutel. Nee. Nou kinderen, dat is goed afgelopen, hè? Wat zeg je? Ja! Ja! Zeg, hoe kan ik Jan Klaas nou pakken als jullie er zo mee gaan bemoeien? Jullie moeten even je mond houden. Op de deksel zitten. 1, 2, 3. Ik pak even de sleutel die op alle sloten past. Zullen we dan de deksel van de kist op slot draaien? Nou, dat is mooi flauw. Die stomme Jan Klaas zit met zijn dikke billen op de deksel. Wat zit er nog? En kinderen? Deze sleutel doen we de deksel van de kist. Zo, is het wel genoeg, juffrouw Kapstok? Oh, ik heb de sleutel omgedraaid. Jan Klaas, laat me eruit! Laat me eruit! Nee. Laat mij eruit! Jij blijft in de kist, gemeente juffrouw Kapstok. Want wij willen het water terug, want Katrijntje moet een pannenkoekenpan afwassen. En dan? Gaat ze pannenkoek bakken. Jan Klaas, laat me eruit, ik wil ook pannenkoeken. Jij blijft lekker in de kist. Auw! Koning! Ja, Jan Klaas, is het gelukt? Bijna. Wilt u even hier met de kinderen wachten? En dan? Ik ga even met deze sleutel naar de berg. Wat ga jij doen bij die berg? Ik ga de berg openen. Oh, nee. Water. Geef mij de sleutel maar. Waarom? Nou, ik ben een koning. Openen is mijn ding. Oh, dat is waar. De koning gaat even de berg openen. Jan Klaassen,
Waarom heb jij mij die sleutel gegeven? Om die in het slot te doen. Maar er ligt hier een sleutel in die kast. Zal ik hem even pakken? Nee! Dat is de verkeerde sleutel. Oh, welke is de goede? Ik heb er nu twee. De blauwe in de berg en de oranje die moet weg. De oranje in de berg en de blauwe die moet weg. Nee! Andersom. Wat zeg je? Andersom. De blauwe in de berg en de oranje die moet weg. Ja, ik heb de blauwe ook in de berg en de oranje die heb ik weg. Maar u zei het andersom. Nou, ik dacht, ik hou de spanning er nog even in. Doe maar liever niet. Oh, sorry. Jan Klaassen, de blauwe zit in de berg. Wat moet ik doen? Wij tellen tot drie. 1, 2, 3. Draai de sleutel niet maar om. Ah, Jan Klaassen, de sleutel past. Ik draaide hem om en er komt een rivier, een beek, een oceaan, een meer. Jan Klaassen, er komt allemaal water uit de berg. Het is gelukt. Applaus! Jan Klaassen, er komt weer water uit de kraan. Gelukkig maar. Dan kun jij ook die pan even afwassen, Katrijn. Als je even wacht. Dan help ik je even. Al gelukkig. Koning! Jan Klaassen, het is gelukt. Fantastisch. Dan ga ik dus de kok helpen. En dan was ik af. Oh, u hoeft niet zelf af te wassen hoor. Hoe bedoel je? De kok kan toch dat niet allemaal eens eentje? Samen kun je samenwerken, ga je lekker snel. Nee, maar kijk eens, ziet u daar die kist? Ja. Dat is geen gewone kist. Oh, nee. Nee. Dan stop je afwas in, komt het er schoon weer uit. Ik ga niet afwassen! Stil! Wat is dat, uw nieuwe afwasmachine? Afwasmachine? Ja, afwasmachine kapstok. Nou, gaat u maar even naar het kasteel. Ik breng de afwasmachine wel. Jan Klaassen, jij gaat mij niet met kisten... Wat doe? Waarom beweegt die kist? Mond houden. Waarom beweegt die kist? Mond houden. Jan Klaassen! Mooi zijn eigen schuld, hè? Hé, hey, kinderen. Het water is weer terug. Weet je wat dat betekent? Verhaal afgelopen. Ja, zeg maar. Oh. Maar zien jullie daar die deur openstaan? Weet je wat daar om de hoek klaar staat? Een treintje. Jullie hebben zo goed geholpen. We gaan straks eerst de gordijnen dicht doen. Dan kun je door die deur gaat de trein rijden. En jullie mogen er allemaal mee. Maar eerst doen we het gordijn dicht. Doe je hand maar omhoog. Pak een touw maar even vast. Hebben jullie een touw vast? Ja. Oké, en dan gaat hij dan. En trek maar aan het touw. 1, 2. 1, 2. Wie deed dat? Waar zijn jullie dan? Oh, met twee handen. Dus even met twee handen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Zit die dicht? Nee. Kijk, de deur is open. Wie daar staat er klaar? Tijmen staat klaar. Wie wilde mee met de trein? Nou, doei doei. Lekker spelen.